Goedendag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan vandaag verder in Rusland, ronde nummer 16 van de kampioenschap en aflevering 59. Als je aflevering 58 in Singapore gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Kan rechtsboven in dit i'tje, klik erop en je ziet de aflevering verschijnen. Ben je nu op het kanaal om meer wekelijkse afleveringen van F1 2019, de Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk een belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, we gaan vandaag dus verder in Rusland. Een uitstekend circuit om op te rijden. Vorig jaar werden wij hier voor het eerst wereldkampioen. Een nieuwe update aan de auto is toegepast. Geen regen dus. In beide kwalificatie en de race dus. Heel fijn op dit moment. Weer een rivaliteit met Lewis Hamilton gewonnen. 3-0 dus. En Rusland, wat ik net al zei, prima baan op te rijden. Ik verwacht gewoon weer om de pole position te kunnen strijden. Hoop dat Lewis Hamilton er ook bij zit. En dan gaan we het gewoon zien voor de kwalificatie hier voor de grote prijs van Rusland. We're about to be joining the action down in the pit lane as the cars get ready to embark on their qualifying runs. I want to talk briefly about the strategy in these qualifying sessions. Davidson, how can a driver adjust their approach to gain those critical extra tenths of a second? Well, qualifying isn't about adjusting your approach necessarily. It's more about trying to repeat a low fuel run that you've practiced prior to this session. You're looking for perfection on the lap, and that's hard to achieve if you're trying something new. There are some variables that can stand in your way, however. Track position or unexpected yellow flags, for example. Coupled with ever-changing track conditions, it's important to be out there at the right moment. But as a driver, you have to try and ignore these distractions and just keep your mind focused on that one perfect lap. Ja, we zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Hamilton heeft al een tijd laten noteren. Hij laat 33.1 in sector 1 noteren. En de topsnelheid van de Mercedes is uitstekend. Voor ons hebben we volgens mij Kevin Magnussen, die daar rijdt. Hopelijk dat hij ons niet in de weg rijdt hier in Q1 voor Rusland. Waar wij vorig jaar ook de wereldtitel binnenhaalden en wonnen namelijk voor Alfa Romeo toen nog. 19e sneller dan Lewis Hamilton. En Magnussen gaat daar mooi aan de kant. Heel fijn. Bottas met een 1.31.7 op dit moment naar de snelste tijd. Wat zetten wij neer? Wij zetten een 1.30.9 neer op dit moment. De snelste tijd dus. Mooi. De uitslag van Q1, onszelf dus naar 1, de Leclerc op 2 tiende en Hamilton op 3 tiende. Dus het veld is wat dichter naar mij toegereden ten opzichte van Singapore. En Hamilton heeft het met 2 setjes gedaan. Interessant. Q2 inmiddels. Weer op de soft. Want ik verwacht gewoon voor een pole position te gaan. En ik heb niet het gevoel dat op de medium starten een betere strategie is dan de rest. Dus gewoon lekker op de soft banden mijn tijd gaan neerzetten. Wat prima is. Deze bocht altijd een hele moeilijke om te nemen. Vettel met een 1.32.0. Wij zetten een 1.30.5 neer op dit moment. Hamilton naar plek 3. Bottas naar plek 2. De uitslag van Q2, onszelf dus naar 1. En Hamilton maar net door hoor. Op P9. Interessant. Heel interessant. Q3 inmiddels en het is gaan regenen. En ik heb volgens mij niet goed bij de weervoorspelling gezegd dat het droog ging worden. Want ik zag daar volgens mij een regendruppeltje. Maar dat heb ik niet gezegd helaas. Mijn excuses. Dat kan gebeuren. En dus moeten we hier dus uitblinken in de regen. Of wij ook naar de pole kunnen gaan hier in Q3. Ik hoop het, maar je weet het maar nooit. Want Lewis Hamilton is ook een prima regenrijder hier in de career mode. Hij kan er ook wat van. Hamilton zet een 1.43.9 neer. Wat zetten wij neer? Weber zet een 1.43.8 neer. We schieten zelfs door in de ene laatste bocht. Dat verpest onze exit. Hier schieten we ook gewoon door. En wij zetten een 1.44.8 neer. Een 1.44.8. Heel teleurstellend. Bottas dus voorlopig naar pole position. Wij dus naar plek 9. Achter Devin Butler op dit moment. Heel teleurstellend. En de regen blijft hier. En ik heb even geen zin in informatie, Jeff. Ik moet me concentreren op deze ronde. Dat deze goed genoeg is voor een plek
1, 2 of 3, want mijn teamgoal is een derde plek hier in de kwalificatie. En de race moeten we dus winnen. Dat zijn dus onze teamgoalen dit weekend. 2/10 al onder mijn eigen tijd. 3/10 zelfs al onder mijn eigen tijd. Wat ook goed is. Paas in sector 1, rood in sector 2. Hamilton met een 1, 43-0. Wij zetten een 1-43-3 neer. En het is niet genoeg voor de pole position. Maar plek 3. Nou, toch een prima kwalificatie hier in Rusland. Ik had liever op pole gestaan, maar het is niet altijd feest. Hamilton pakt dus pole. Leclerc op 3/10. En wij zijn 2/1000ste langzamer dan Charles Leclerc. Geen probleem. We kunnen het allemaal goed rijden in de race. Maar Hamilton verdient ook even zijn momentje. Credits naar Lewis. Prima gereden dus. De rivaliteit breakdown met Lewis Hamilton en Lucas Weber. Die verliezen dus ten opzichte van Lewis Hamilton. En die winnen we dus ten opzichte van Lucas Weber. De resourcepunten na de kwalificatie hier in Rusland. Het zijn zoals gewoon ook weer lekker veel. Kunnen we weer gaan spenderen aan updates aan de auto in Japan en Mexico. En als die rondes voorbij zijn, dan is het focus op F1 2020. Die over een paar maanden uitkomt. Veteran en de sportsmanship. En Emma is dik tevreden. Ja, we gaan het dus hier gewoon zien voor de grote prijs van Rusland. Voor career aflevering 59. Welcome one and all to the Russian Grand Prix. We're just a stone's throw from the Georgian border here at Sochi as we get ready to begin the race that served up an absolute cracker back in 2015. A last lap collision between Kimi Raikkonen and Valtteri Bottas sparked controversy in that race, so let's hope the racing is just as tight today. Built on the shores of the Black Sea, the Sochi Autodrome is a 3.6-mile tour around some of the venues built for the 2014 Winter Olympic Games. Close barriers may make overtakes more challenging, but with 56% of the lap taken absolutely flat out, we certainly won't be wanting for pure speed. A fitting arena then to do battle at the pinnacle of motorsport. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Let's talk about the Professor. They've had a fantastic campaign. It's been a wonderful year and they come into this weekend's Grand Prix as a fully deserving champion. I agree, it's been a truly impressive season, but championship or no, I don't think they'll be gently cruising around to the finish line. In fact, with points no longer a concern, there's a lot less to risk, so we may even see a more aggressive approach. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position with Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have the Professor, Weber, Valtteri Bottas and Perez, Kvyat, Verstappen, Grosjean and Devon Butler, Sainz, Vettel, George Russell and Kubica, Gasly, Magnussen, Antonio Giovinazzi and Lance Stroll, Ricciardo and Kimi Raikkonen finishes off the grid. And with lights out just moments away, it's time to... Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this... Nou, Jeff zegt, doe rustig aan, we hebben de kampioenschap al eigenlijk gewonnen. Dus een relaxte race dus voor ons, 27 ronden, soft en de medium, een 1-stop-strategie. En het belooft een spannende wedstrijd te worden, want we gaan dus gewoon beginnen voor de grote prijs van Rusland. Career aflevering 59. We starten vanaf plek 3. Hamilton op pole, Charles Leclerc op plek 2 en we zijn onderweg. En het is een matige start, want Lucas Weber is al wat beter weg. Zit al gelijk aan mijn binnenkant. Moeten we hiervoor oppassen, want we raken elkaar. En Weber zet hem brutaal ernaast. Hamilton en Leclerc knokken om de leiding. Weber kijkt bij ons. Het is daar krapjes met Charles Leclerc die daar blokkeert. Geen schade aan de auto, maar Charles Leclerc zit nog aan mijn buitenkant. Die heeft die plek nu nog veroverd. En nee, we kunnen helaas niet terug aanvallen. Dan kijken we weer aan de binnenkant, maar Leclerc verdedigt die binnenkant. En dan moeten we hier naar de buitenkant toe kijken. Later inremmen dan de Monegask. Wat wijd uitgelopen, maar plek 2 is van ons. Geen illegal overtake. En nu kunnen we dus doorrijden naar ons teamgenootje Lewis Hamilton, die de wedstrijd tot nu toe leidt. De openingsfase hebben we gehad, de openingsronde nog niet. Hopelijk kunnen we hier dan naar hem toe rijden. We moeten ook oppassen voor de motoronderdelen, dat we die niet kapot rijden, want die zijn al wat beschadigd. We rijden wel wat naar Lewis toe, maar kunnen niet echt een aanval wagen. Paars in sector 2.
Ronde nummer 3 inmiddels. We pakken de snelste regelronde punten af van Lewis Hamilton op dit moment met een 1.34.1. DRS beschikbaar. En kijk eens. We klimmen bij Lewis Hamilton. En de leiding is veroverd van ons teamgenootje. En dan moet het nu gewoon onder controle zien te houden voor de rest van de race. Maar het is nog vroeg. Ronde nummer 3 pas, hè. Dan kan hier van alles gaan gebeuren. En ik denk dat Hamilton mijn positie terug wil pakken. Daar zit Lewis Hamilton aan mijn binnenkant. We knijpen hem af richting de muur. Alleen dat mislukt helaas. En Hamilton heeft die leiding weer veroverd. Hier dan Lewis. Oeh, laat ons leven Lewis. Dat is heel close met mijn teamgenootje. In Singapore kwamen we elkaar al tegen. In Italië kwamen we elkaar al tegen. Dus dit belooft niet veel goeds. Daar zit dan Hamilton aan mijn buitenkant op een hele irritante positie. Zat hij daar? Maar we knepen hem eraf. Ja, want in Italië raakten we elkaar. Hamilton spinde dus. In Singapore raakten we elkaar. En het ging allemaal om de leiding in de wedstrijd. Hamilton zit te ver weg. Maar in Singapore raakten we elkaar. Daardoor moest Hamilton een pitstop maken. Daardoor moest ik ook een pitstop maken. Als je die nog niet gezien hebt, even terugkijken. Kan rechtsboven in het i'tje. En ik heb al wat spoilers verteld namelijk. Dus gewoon lekker kijken als je die nog niet gezien hebt. Daar zit een Hamilton aan mijn buitenkant en is er makkelijk voorbij. We hebben wat extra fuel aan boord, want ik doe dit expres. Ik blijf zo dicht mogelijk bij Lewis Hamilton in de buurt om brandstof te sparen. Dat ik ook geen last heb van zijn dirty air. Dirty air trouwens. En dan moeten we dadelijk weer in de DRS-zone zitten en weer een aanval heropenen op de Brit voor de leiding. Ronde nummer 6 inmiddels. 14e is het verschil met Lewis Hamilton. Daarachter zit Kvyat op 1.4. DRS hier geopend. In zijn slipstream duiken. Hier, we klimmen gewoon bij Lewis Hamilton in. En een hele mooie inhaalactie aan de buitenkant. Prachtig en naast gezet en er voorbij gegaan. Ronde nummer 6. We hebben weer de leiding teruggevroren van Lewis Hamilton. Maar die doet er hier alles aan om hem weer terug te pakken. Ja, want in ronde nummer 9 pakt hij hem ook terug. Hij blokkeert wel zijn banden. Maar het is een kat en muisspel tussen mij en Lewis Hamilton. En Toto Wolff gaat dit niet fijn vinden. Dat weet ik sowieso nu al. Net als in Singapore. Net als in Italië. En dit soort strijd vind ik wel leuk. Hamilton verdedigt deze binnenkant. We kunnen nergens naartoe. En dan gaat Lewis Hamilton zo meteen ronde nummer 10 in. Kunnen we dadelijk weer een aanval heropenen op de Brit. In de DRS gedeelte. 14e is het verschil met Lewis Hamilton. Nog 17 ronden te gaan. We zitten in zijn slipstream. Oh, Lewis. Ja hoor. Weer dezelfde inhaalmanoeuvre op Lewis Hamilton. Weer buitenom. En weer in bocht nummer 2. Fantastisch. Maar Hamilton zit daar wel weer aan te komen voor een tegenaanval hoor. De aanval van Hamilton blijft nog uit op dit moment. Gelukkig maar. Maar hij zit er wel. Dus we moeten oppassen voor de Brit. Ronde nummer 11 inmiddels. En we naderen de pitstoppen. We gaan naar de mediumband. Hamilton, die kan daar niet naar de binnenkant, want wij blokkeerden hem daar. En het is echt een kat en muisspel tussen mij en Lewis Hamilton geworden hoor. Daar zit Hamilton aan mijn binnenkant. Nou, hij zet hem niet door. Kvyat zit ook te kijken. En we moeten deze positie niet laten gaan aan Lewis Hamilton. Want wij blokkeren gewoon een band. En daardoor kan Hamilton hier ons terugpakken op de exit. We kruisen wat naar zijn lijn. Oh, Lewis Hamilton. Het gaat weer fout tussen ons tweeën. Het gaat weer fout. Oh, 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 oh. En ik weet niet of dit nog wel door zou moeten gaan. Ik weet niet of ik dit nog red. Het lijkt gewoon Rosberg versus Hamilton. All over again. Kvyat is naar binnen gegaan. Wij hebben dus nu de leiding in handen gekregen. Maar Hamilton en onszelf maken het dus weer te bond bij Mercedes. En ik denk dat Toto Wolff nu echt even pist op ons is. En dit is gewoon niet goed.
medium band eronder gezet. 2.1, een goede stop. We kwamen wel net voor Sergio Perez de baan op. En dan ben ik benieuwd waar wij zo meteen belanden. Kubica gaat nog door. Hamilton is naar binnen. Lewis is in for a stop. Okay, stay clear of the white line. En ik ben benieuwd waar wij terechtkomen. Kwiat heeft ons gepasseerd. Die is naar de harde band gegaan. Niet naar de medium, maar naar de harde band. Interessant. En Kwiat zit dan gelijk aan de buitenkant van Lance Stroll. Hij kan hem ook doorzetten namelijk. Mooi. Mooie inhaalmanoeuvre, Danny. Heel mooi gedaan. Even terug naar ons. Ja, Mercedes zit met het handen in het haar. Want terwijl we daar Lance Stroll even mooi passeren namelijk. Ik ga even verder bij mijn verhaal. Toto Wolff. Ik verwacht daar weer een stevig gesprek mee te hebben na het einde van de race. Want ik verwacht dat hij boost op ons zal worden. Want zoals ik net al zei, in Italië ging het mis. In Singapore ging het mis. Hier gaat het dus weer mis. Het kan niet erger, lijkt het. Het kan echt niet erger. Of er moet in Japan ook iets misgaan. Maar dat zou ik niet verwachten. Want ik hoop toch dat Hamilton en ikzelf hier ook een lesje van hebben geleerd. Om echt rustig aan met elkaar te doen. Anders is het zo afgelopen bij Mercedes. En dan verwacht ik dat mijn contract wordt verscheurd. Terwijl we hier Yannick Fiat even gaan passeren. Want we zitten in de slipstream. We kijken naar de buitenkant. Dag Danny Kwiat. Die op de harde band rijdt. Ronde nummer 14. En de leiding hebben we dus weer terug veroverd. Waar zit Lewis Hamilton? Dat weet ik niet. Maar die is heel ver teruggevallen. Door die botsing met mij. Oké, we moeten de IRS wat omhoog gooien. En wat energy gaan opbranden. En dat gaan we dus ook mooi doen. Ronde nummer 15 inmiddels. Het gaat hard. Nog 1200 te gaan, als ik dat goed zeg. Ronde nummer 16. We zetten de snelste richting met een 1.34.1. Nog 1100 te gaan. Verstappen naar 3. Kwiat naar 2. En Hamilton op plek 18. Heel teleurstellend. Echt heel teleurstellend. Ik had gewoon verwacht dat hij gewoon naar voren zou rijden. Alleen dat is dus niet gebeurd, helaas. Jammer. Fuel 2.5 is het naar Danny Kwiat. De ene laatste ronde zitten we dus in. We komen dus bij het finish. De laatste ronde gaat in voor de grote prijs van Rusland. Verstappen heeft Danny Kwiat gepasseerd voor plek 2. En dus is het alleen dit rondje mooi uitrijden. En dan winnen wij er weer eens 1. En dan zijn wij, als het ook zo eindigt, in Japan constructeurskampioen met Mercedes. En ik denk dat ik het dan bij ga laten. Dan het seizoen afmaken en dan voorbereiden voor F1 2020. Maar eerst dus nog de resterende races. Het was een matige grote prijs. En weer een crash met Lewis Hamilton. Ontzettend jammer. Dat had gewoon niet hoeven te gebeuren. Ja, helaas. We kunnen er wel iets aan doen. Maar het is nu gewoon te laat voor ons. We winnen dus wel een grote prijs. Toch wel even anders dan verwacht. Ik had ook liever gehoopt dat Lewis Hamilton op plek 2 zou staan. Maar het leven is niet altijd feest. Het kan ook een keer tegenzitten. En dat bewijst maar eens dat Formule 1 een harde sport is. Komen wij de laatste bochten aan voor de grote prijs van Rusland. Nog rood in sector 1 en 2. Dat boeit helemaal niet. Verstappen hebben op 3.1 gereden. Dan die Fiat naar de harde band. Hij gaat dus naar het podium. En pakt een mooie bokaal in zijn thuiswedstrijd. Hier in Sochi. En dan gaan we ons opmaken voor Japan. Waar ik ook een sterk Mercedes verwacht. Waar we ook weer gaan mooi schitteren dus. Wij winnen dus de grote prijs van Rusland. En de constructeurstitel komt steeds dichterbij. Nice work, that's P1. Race win, well done. Yet another historic win under their belts. Well done to the team at Mercedes. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today?
Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, de uitslag van de grote prijs. Wij winnen dus de wedstrijd. Verstappen naar 2, Fiat naar 3. Weber naar 4, knap gedaan. En Hamilton toch nog een punt gepakt. Ja, de crash was minder. Maar wij blijven dus nog steeds leiden in beide kampioenschappen. Red Bull pakt Ferrari. Nou, oké. Fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us today. And we'll see your take on it. Your rivalry with your old F2 teammate seemed to get a little less friendly today. What? You left a lot of paint on the walls today. Were you struggling for grip or did you just misjudge some corners? Ja, deze baan is gewoon niet de beste voor onze auto, dus ja, dan krijg je dat. De rivaliteit breekt down met Lewis Hamilton en Lucas Weber. Die winnen dus van beide heren op dit moment. Mooi om te zien de resourcepunten na de grote prijs hier in Rusland. Het zijn zoals gewoonlijk weer lekker veel. Kunnen we gaan spenderen voor R&D-updates aan de auto. Team goal ook compleet. Mooi. Oh, qualifying first. Dat hebben we dus gehaald. Maar we starten vanaf plek 3. Oké, heel gek. Nou, reputatie is gewoon gelijk gebleven bij alle teams. Veteran en sportsmanship. That's a great result. You did really well. I don't think we can have any complaints with that. Nou, dankjewel Jeff. Het contract staat voor ons klaar. We gaan het dus ook onderhandelen met de teams. Derde en eerste vind ik gewoon goed hoor. En alles gaat naar level 3, denk ik. Ik denk het wel. Alles op zijn hoogte zetten. Wat mooi is. Derde en eerste. Dat vind ik prima. Mooi, contract is getekend. Ja, dit was het voor nu mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Uitgenodigd, beloond met een like. Ben je nieuw op het kanaal niet meer? Wekelijkse afleveringen van F1 2019 de Career Mode zien. En binnenkort ook F1 2020 de Career Mode. Ram dan gewoon op de abonneerknop. En schakel ook gelijk een belletje op aan. Zodat je enkel video meer van mij mist. Reageer wat beter dan op mijn voordeel. Of als je de video tof vond, zeg dan: hey, toffe video. Ik heb genoten van de strijd met Lewis Hamilton. Laat me achter in de comments. Ik reageer altijd. En dan zou ik zeggen: een fijne dag nog verder. En tot ziens. Tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. Ga verder in Japan.